Urk is een snel groeiende gemeente. En eigenlijk komen we nu, de bereidbaarheid komt straks in de knel. Nu gaan de meeste studenten uit Urk gaan eigenlijk in Zwolle studeren. Terwijl daar heb je misschien niet de opleiding die je wil gaan doen. Ja, de bereikbaarheid van alle gemeentes is uiteraard belangrijk, dus ook van Urk. Met het OV vind ik de bereikbaarheid van Urk eigenlijk best wel slecht. Ik moest namelijk heel vaak omreizen omdat er gewoon geen busverbinding was. Waardoor je sowieso altijd wel meer dan een uur langer onderweg was. Als de mobiliteit goed is, dat je zegt bedrijven van buiten Urk komen naar Urk. En Urk studenten kunnen weer werk zoeken elders. Nou, dit zijn wel degelijk keuzes die door politieke partijen in provinciale staten gemaakt worden. Dus als je dit een belangrijk onderwerp vindt, dan heeft het zin om je daarin te verdiepen en je stem uit te brengen op die partij die jouw belang behartigt. Urk is een vissersdorp natuurlijk en dat is onze identiteit ook, de visserij. Dus wij hopen ook dat er vanuit Den Haag en Brussel oplossingen komen voor onze vissers. En dat is voor heel Flevoland, ook voor de boeren natuurlijk. Politiek is belangrijk voor mij, omdat vooral ik als toekomst van Nederland eigenlijk. Ik vind het belangrijk dat wij gerepresenteerd worden. En dat we ook allemaal de kansen kunnen krijgen om ons verder te ontwikkelen. Studenten die hebben de toekomst, die moeten straks het bedrijfsleven ook weer vullen. Jongens, ik ben Babette en ik kom uit Urk. En alsjeblieft gewoon stemmen, want het is zeker de moeite waard. En het is zeker de moeite waard om Urk te laten bloeien.